Hier, in dit pand aan de Sontweg 8A, wil de gemeente de komende jaren daklozen opvangen. In het kader van de winterregeling maatschappelijke opvang moeten zogenoemde buitenslapers beschermd worden tegen de risico's van extreme kou. Vorig jaar lag er een slaapboot bij de Gideonbrug, maar nu wordt er dus de vaste wal. De gemeente denkt dat gemiddeld zo'n 30 slapers gebruik gaan maken van de opvang. We hebben aan de Sontweg 8A een locatie gevonden waar we deze winterregeling vorm kunnen geven. En deze winterregeling is vooral bedoeld dat mensen in de winter 's nachts niet heel koud of heel nat buiten moeten slapen. Het mooie is dat we de boten, noemde u al even, die gaan we dan daar niet meer mee verder. Deze locatie is juist bedoeld om ook daar de zorg en alle ondersteuning te kunnen bieden aan deze hele kwetsbare groep inwoners. Vroeger werden daklozen gehuisvest in slaapzalen. Hier heeft ieder zijn eigen kamer. Vroeger had je zeg maar hele volle slaapzalen. Nou, u en ik zouden daar ook onrustig worden. Dat geldt ook voor deze doelgroep. Het is heel fijn om zeg maar na een dag waar mensen toch wel wat meer zich buiten ophouden, om in ieder geval in de nacht rust te krijgen en heel veel prikkels weg te nemen. En ook zorg en in ieder geval ook een goede aandacht te kunnen bieden. Want ja, deze mensen is, wat ik al eerder zei, het is een kwetsbare groep inwoners. Er is, als je in hun leven zou duiken, heel veel meer aan de hand. En daarom willen we ook als gemeente Groningen deze humane opvang in de winterregeling bieden. De plannen zijn nog niet definitief. We hebben een voorgenomen besluit om het daar wel te vestigen. Maar we hebben vandaag een brief gestuurd aan de omwonenden, aan de ondernemers. En we houden nog een inloopbijeenkomst om te horen hoe mensen hier tegenaan kijken en hoe we deze regeling zo goed mogelijk vorm kunnen geven.